Marijke, Marijke, daar ben je. Wat zie je er beeldschoon uit? Mag ik vragen van wie is de jurk? Want wat moet je even staan, Marijke? Het is zo'n prachtige jurk. Kijk eens even. Ja. Ja. Een plaatje. Even. Ja. Het is mooi. Het is een jurk uit Bussum. En mag ik zomaar zeggen van nee, wie? Nee, natuurlijk dat niet. Kan niet. Nee, dat kan niet. Een jurk uit Bussum is uit Bussum. Een jurk uit Bussum. Het leek wel Milaan, maar het is ja. Bussum. Het is Bussum. Je hebt gezeten bij Wilfried de Jong, bij dat programma 24 uur met. Daar heb je heel veel van jezelf laten zien. Ja, heb ik heel veel van mezelf laten zien. Tot die tijd ging het met name altijd over cosmetische chirurgie. Maar dat andere deel had ik wel in me. Want mensen boeken me vaak om te presenteren voor bedrijven. Maar niet iedereen heeft dat ooit kunnen bekijken op tv. En dit keer wel. En ik had nog wel die willen gaan, maar nou. Wat ik jammer vind is, ja niet persoonlijk, maar wat ik jammer vind is dat van de 24 uur blijft uiteindelijk maar 40 minuten over. Dus de verhouding is een beetje zo. Is er iets wat je gezegd hebt, Marijke, waarvan je denkt van, god, dat had eigenlijk toch in de uitzending terecht moeten komen dan? Nou, ik had nog wel meer ad hoc willen speechen, want die had hij wel. Hij zei, praat eens voor een bedrijf. En dat heb ik gedaan, dat zat er niet helemaal in. En verder had hij dingen nog wel wat meer kunnen uitdiepen. Dierenliefde. Maar ik vond het een heel fijn programma om erin te zijn. Dus het is geen kritiek, het is meer, je vraagt het op de man. Of het had voor mij nog iets langer mogen duren. Goed. Dat gaan wij hem meegeven. Tenminste, wel jij. Iets anders is dat we toch een beetje geschokt waren. Dat je toch een pruik. Ja. Een haarstuk, moet je dan zeggen. Ja. Maar dit is je eigen haar. Dit is mijn eigen haar. Maar dit dan toch ook? Dit is ook mijn eigen haar. Maar dan heb ik een hele losse bovenop. Dus mijn eigen haar is tot hier. Ja, is mooi haar. En daar overheen zit een paar losse sprietjes. En die kun je er zo in klikken. Om het nog een beetje voller te maken. Wat een ander doet met extensions, is dit met een kleine, losse pruik. Dat is wel leuk, maar jij vindt dat gewoon lekker, dat ik soort dingen te blijven. Ja, ik ook. Ik vind ja, Mark Marie heeft zijn pruik afgezet. Die vindt het ook lekker. En die vindt dat lekker, omdat nu het gewoon zo achter is. Ja, maar heel veel mensen dragen dat natuurlijk. Alleen het grote deel vertelt het niet. Maar ik vind het gewoon leuk om, zie het maar gewoon als een corsage of als smoek. Ja, als een smoek is het. Het is een smoek. Daarover gesproken, wat een leuke smoek heb je daar. Het is een duif. Dit is een duif. En wat heb je toch met duiven, Marijke? Nou, ik zou je zeggen, dit is van haar. Dat is een hele leuke duif. Hij zit in een schoenendoos en heeft hij een nest in met eitjes. Hij heeft net een eitje gelegd, dat zullen we jullie ook laten zien. En hij heeft wel iets anders gelegd, maar geen een eitje. En hij... ik heb vroeger als kind altijd duiven gehad thuis. En ik heb sinds kort iemand ontmoet, die wil ik heel graag aan tafel nu. René Dijkhuizen. Nee. Zo, René. En René is de enige echte Nederlandse duivenfluisteraar. Ik wil een overweldigend applaus. Een duivenfluisteraar. René, wat is een duivenfluisteraar? Dag René, welkom in de show. René, wat is dat? Een duivenfluisteraar, dat houdt in dat je het gedrag van de duif in ieder geval goed leert kennen. Ik heb de dieren al van jongs af aan. En door ze eigenlijk goed te observeren, kan je goed zien van hoe een dier in zijn vel zit. En hoe vandaar, zit deze in zijn vel? Ja, nu wat een beetje onrustig. Dat is natuurlijk even wennen met al die camera's. Maar in principe zijn ze het wel gewend. Maar goed, ze hebben net een lange reis gemaakt. Dus ze moeten een klein beetje op hun gemak komen. En ze horen jouw stem. Maar hoe ben jij in contact gekomen met Marijke? Want Marijke, ik weet nog steeds niet, wat heb jij nu met duiven? Dat is mijn lievelingsdier. Een duif staat symbool voor vrede, vrijheid, hoop en geluk. En ik voel mij een soort cosmetische vredesduif. Vinden jullie niet? Toch? Dat lijkt wel. Ja, ik zou een tip willen geven. Gewoon zeggen dat je ermee eens bent. Nu gaan jullie samen het land in. We gaan straks ook iets zien wat jullie in het land doen. Samen het land, ja. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen, Marijk? Er zijn heel veel evenementen en bruiloften en ook begrafenissen. Dan heeft René zwarte duiven, dat we een toespraak houden. René heeft de duiven onder controle, die laten we los. Die vliegen over een evenement, die komen bij mensen en bij mij en René op de schouders zitten. Dus heel mooi om te zien. Of ze hebben soms een briefje in de bek, dat krijgen we ook nog wel eens. Dat laten ze dan los. En ik maak dan een gedicht of een speech wat hoort bij het evenement. En ik heb voor jullie speciaal, omdat jullie een plek in mijn hart hebben, heb ik een gedicht gemaakt voor alle mensen hier in de zaal, wat te maken heeft met de recessie en wat gaat over als je maar doorzet, kunt incasseren en weer doorgaan, dan kun je alles bereiken in het leven wat je wilt. En dat ga ik zo voortdragen. De boodschap is al prachtig. Nou, jij bent altijd in de buurt dan? Goed, ik heb Marijke leren kennen door het magazine wat ze heeft gemaakt. En daar wilde ze duiven in hebben. Nou, die duiven die had ik. En zo zijn we met elkaar in contact gekomen. Ja. En het management van Marijke... Wat doe je, Marijke?
kijken. Ik ben even aan het communiceren. Van Haren. Maar jij was toch de duivenfluisteraar? Ja, nou, ja, ja. Nou, ik heb het daar geleerd, hè? We doen het samen. Oh, dat is wel heel grappig. Kun jij iets, sorry hoor, dat ik onderbreek, maar het is namelijk, we zijn afgeleid van de roekoe. Maar kun je. Maar doe jij ook eens dat geluid? Want dat kan je dan waarschijnlijk heel goed. Het koeren wordt wat lastiger. Wat ik puur doe, is het observeren. Het koeren kan Marijke beter dan ik zelf. Marijke doet het goed. Ja, zij voelen mij als een zus. Als een zus? Ja. Maar? De dieren die hebben allemaal namen. Je zal ze zo direct ook zien. Maar daar zit Levi, Kimo, zit daar, Isa en Evi. Zijn allemaal opgesteld. En Van Haren, dat zijn dieren die... Dit is Van Haren. Die zit in een schoenendoos en die heeft daar een nest in. Ja, ik luister nog steeds. De dieren die train ik puur op de naam. Als je een hond een naam geeft, die luistert ook beter wanneer je hem een naam genoemd hebt. Nou, en wat wij doen is, als wij zeg maar, we gaan de evenementen langs. Ja. En dan komen we altijd met een hele groep dieren. Daardoor kijk ik ook naar het gedrag van, gaat het goed met ze? Zijn ze wat onrustig? Anders worden ze vervangen, want ook duiven hebben recht op ATV-uren. Goed. Zo is dat. Weet je het nu allemaal, ik weet het alle, ja, want als we nou even naar de keuken gaan, dan gaan we straks de act krijgen. Maar Marijke, ga je daar ook nog roeken? In dat gedicht, als afsluiting, roek ik. En als het goed is, als hij niet te zenuwachtig is en door jullie afgeleid wordt, dan roekt hij terug. Echt waar? Dat hebben we voor evenementen. Dan doe ik altijd een roek laten en dan zegt hij ook... Een roek laten? Ja, serieus. Nou, Irene...